Bent oneens. Loopvermogen niet, hoor. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van The 5 Second Rule. We zitten hier bij HC Hardenberg, Verre Oosten, met Ravinho, Junte en Rutger Etten. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor, man. Ik ben heel scherp. Ja? Wie gaat deze winnen? Ik moet winnen. Je moet winnen. Ik leg zelf die druk in de schouder. Er is geen keuze. Er is geen keuze. Oké, okay, dan mag je ook beginnen. Er komt de eerste vraag. Je weet hoe het werkt. Eén ja, vraag ja. Die antwoorden binnen 5 seconden. Ja, komt. Komt. Noem 3 teams waar tegen HC Hardenberg de eerste 3 wedstrijden in het huidige tweede divisie seizoen heeft gespeeld. SMU-vogels, de Treffers. Wat is het? De 5 seconden zijn voorbij. Ik dacht het fout. Ja, dacht ik. Nee, ja, de tijd is voorbij. Psst, kapot snel. Hoor. Ja. Maar ik had dat weer. Ja, goed, ja, kijk, ik kijk naar de 5 seconden van mijn regisseur, hè. En ja, die gaan nogal snel, dat wel. Maar het waren wel 5 seconden. Maar ja. Wat 2 goed, toch? Ja, maar dat telt niet. Hoezo? Moet ik alle 3 goed hebben? Tuurlijk. Zeg toch 3 antwoorden. Of school moet je toch ook niet met een half antwoord aankomen? Ja, smokkelen toch. Daar kon je afkijken, noem maar iets anders. Rut. Yes. Your turn. Komt-ie. Noem 3 sterke punten van jou als voetballer. Techniek, doorzettingsvermogen, loopvermogen. Ja, maar je weet niet of die antwoorden goed zijn. Oké, okay, okay. Nou is het niet zo? Bent oneens? Loopvermogen niet, hoor. Nee. Ja. Ga maar wedstrijden terugkijken. Hij redt van 16 tot 16, man. Nee, man. Nee, nee, ja? Man. Je bent eens met je eigen... Eerlijk. Loopvermogen. Oké, okay, ja. Wacht even. We vragen het even aan de jury. Ik heb niet zoveel sterke punten, dus. Jury, klopt het? Loopvermogen. Goed gekeurd? Hey. Keuren ze goed. 1-0. Junte, je moest winnen, zei je. Komt-ie. Noem 3 clubs waar Rutger Ed in het verleden heeft gespeeld. Cambuur, Groningen en Sneek. Sneek, je doet me wat. Ah, gokkie. Een gokkie, ja. Gokkie, we moeten het oosten zoeken toch? Ja, dat was een gokkie. Maar helaas fout. Is dat duidelijk? Ja, is duidelijk. Oké, okay, komt-ie. Ja. Noem 3 spelers van HC Hardenberg met een rugnummer lager dan 10. Etten. Nee, jongen. Hoe kan je deze niet weten? Oh man, dat is bijna het halve 10. Ja. Hij krijgt wel een makkelijke vraag, hoor. Ja. Voor jou waren ook makkelijk. Nee, die assen kan ik nooit weten. Nee, helaas. Nee, dit is een afgang. 1-0. Nog steeds een voorzet. Ja. Junte, komt ie. Wees scherp. Noem 3 dingen die je kan doen bij de kapper. Knippen, haar wassen en contour. Kijk, die is scherp. Ja. Ik zie ook dat je geweest bent. Ja. Je dacht, opnames moet er even mooi maken. Ja, moest man. Moest man. Oké, okay. Hey, nu moet je aanzetten, Etten. Ja. Kom op, hè. Komt-ie. 3 bijnamen die jongens uit Groningen, waarmee je gezamenlijk naar HC rijdt, jou geven. Mij geven? Etje, Etten en... Tijd. Bijnamen, zeg ik. Etinho, Etoussel, Maatje. Ja, dat... Hij zegt gewoon Etten, hè? Zeg maar wat. Zeg maar wat. Hij zegt gewoon zijn achternaam. Maar die naam heb ik nog nooit gehoord. Etinho. Dus die heb ik nog nooit gehoord. Nee? Nee. Jawel, ik noem jou Etinho, man. Ja, 100%. Ja, man. Oké. Nou, duidelijk. 1-1. Het blijft spannend hier. Noem 3 bekende Nederlanders. Boef, Frenna en Hazes. Ik noem maar wat, maar ze kwam als eerste woord. Duidelijk. Check. 2-1. Shit. Je hebt nog genoeg kansen. Komt-ie. Noem 3 landen waar je bent geweest op vakantie om vakantie te vieren. Spanje, Griekenland, Duitsland. Ja, dit zijn maar inkoppers. Dit zijn inkoppers, maar dat waardeer ik. Ik zag dat hij net niet kon koppen, dus... Dat waardeer ik, ja. Dus alsnog voor jou lastig, inkoppers. Junte, komt-ie.
Noem drie personages uit de serie Suits. Harvey Specter, Donna en Mike Ross. Bang! Moet gelijk maken. En anders gaan we nog een vraagje voor jullie erbij pakken. Ja, goed. Noem drie goede eigenschappen van jezelf. Ik ben vriendelijk, ik ben sociaal. Als je niet verder dan twee kan komen qua goede eigenschappen, dan is het ook wel lastig om er drie te noemen natuurlijk. Ja, gelijk. Duidelijke winnaar. Ja. Moet lekker een keertje winnen, toch? Tuurlijk. Ja. Wat moet hij doen? Wat hij moet doen? Hij moet gewoon even een slang nadoen op de grond. Een slang nadoen op de grond? Een slang? Met zijn tongetje naar buiten zo. Naar de camera toe? Ja, naar de camera toe. Man. Ik heb verloren, gaan we doen. Dan sluit ik hem in de tussentijd even af. Kom maar hoor. Je moet er wel naar voren toe, hè? Naar voren. Ja, ja, vond je dit een leuke aflevering? Zorg dat je de like-knop hit. De like-knop hit natuurlijk. Ons volgt op Insta en op YouTube. Hartstikke leuk voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao.